Hartelijk welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Afgelopen zondagavond bereikte ons het trieste bericht dat onze oud-omroepcollega Bernard van Nies op donderdag 13 april op 66-jarige leeftijd overleden is aan de gevolgen van kanker. Bernard van Nies was een actieve vrijwilliger in hart en nieren en betrokken bij het verenigingsleven in de regio. Zo was hij actief bij de koren Anthony Singers en de Vlierenfluiters in Terheide, waar hij onder meer het keyboard voor zijn rekening nam, maar ook bestuurlijke functies bekleedde. Hij zette zich ook jarenlang in voor de evenementen Nationale Tap to Breda en de motocross Made, waar hij altijd weer met volle overtuiging zijn energie in stak. Bernard is bijna 30 jaar bij Omroep Drimmelen intensief betrokken geweest bij het ontwikkelen van de omroep naar zijn huidige vorm. Hij was de drijvende kracht bij het opzetten van de eerste kabelkrantuitzendingen van onze omroep, waarvan hij jarenlang hoofdredacteur was. Ook was hij geruime tijd bestuurslid. Onder meer als technisch medewerker, hoofdradio en penningmeester droeg hij zijn steentje bij. Veel omroepmedewerkers zullen hem vooral kennen als facilitair beheerder en natuurlijk als presentator van de radioprogramma's Info FM en Magnifiek Klassiek, waar hij klassieke werken regelmatig ten gehore bracht. Mede door zijn ziekte nam Bernard al enkele jaren geleden afscheid van de omroep, maar vergeten zullen we hem nooit. Wij wensen zijn familie en allen die hem dierbaar waren veel sterkte toe. Op 1 juli vindt de Trice Beachvolleybal plaats. Het wordt gehouden bij pensionstal Zeggezicht. Het adres is Munnekenhof 1 in Terheide. Het is de tweede keer dat dit toernooi op deze locatie plaatsvindt. De teams moeten uit 5 personen bestaan. Dus stel uw team alvast samen en meld u aan. Het inschrijfgeld is €15. Aanmelden kan tot op de dag zelf via Facebook of telefonisch bij Annelies Baks op 06-480-48605 of Angela Otjes op 06-411-53887. Op zaterdag 15 april jongstleden overhandelde wethouder Harry Bakker een bronzen bever aan mevrouw Ellie van der Velde en mevrouw Henny van der Velde uit Made voor de door hen verrichte vrijwilligersactiviteiten voor stichting SARA Made. De uitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse SARA-dag in Made. Binnenkort kunt u bij Omroep Drimmelen een uitgebreide uitzending bekijken van deze SARA-dag. Daarvoor echt de eer om jullie een bronzen beven te mogen uitreiken. Ja! Geweldig! Ja. Afgelopen week reikte wethouder Harry Bakker en coördinator dorpsgericht werken Lilian Lambrechts maar liefst 2 cheques uit. Eén werd er aan Frans van Mook van biljartvereniging Made overhandigd, waarmee de welzijnsgroep digitale scoreborden kan aanschaffen. En de tweede cheque werd uitgereikt aan SWO-bestuursvoorzitter Jiske Twilt-Bansma en directeur Peter Franke in het bijzijn van het vrijwilligerspanel. Het is een mooi bedrag voor een bootreis met de vrijwilligers in het kader van het 25-jarig bestaan van de Stichting Welzijn en Ondersteuning, aldus Peter Franke. Samen aan de slag is een onderdeel van dorpsgericht werken en bedoeld om de leefbaarheid en de sociale betrokkenheid in de buurt te verbeteren. Inwoners kunnen hun initiatief bij ons aanmelden. Dat kan bijvoorbeeld een sporttoernooi, wandeltocht of muziekfestijn zijn. Op de website van de gemeente Drimmelen kunt u kijken of u in aanmerking komt voor een cheque.
Deze week starten de werkzaamheden voor het Thrice warmtenetwerk in de Hoofdstraat en Marktstraat in Terheide. De werkzaamheden worden per woning en pand uitgevoerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Voetgangers zullen wat hinder ondervinden. Alle panden en bedrijven blijven in elk geval te voet bereikbaar. Al het andere verkeer heeft hier verder geen last van. De werkzaamheden duren van 12 april tot en met 9 juni dit jaar. Daarnaast is ook Enexis van start gegaan op 17 april in de Hoofdstraat voor de aanleg van een zwaardere kabel richting het Dorpsplein. Ook hier blijven de panden en bedrijven steeds bereikbaar, ook voor het doorgaande verkeer. De werkzaamheden duren tot en met 28 april. Binnen de gemeenteraad van Drimmelen is grote bezorgdheid over het voortbestaan van dorpshuis Plekzat in Wagenberg. Dat is echter niet nodig, zeggen het gemeentebestuur en sportfondsen, de huidige exploitant van Plekzat. De zorgen zijn ontstaan nadat de vrijwilligers van Plekzat ter oren was gekomen dat sportfondsen bij de gemeente het verzoek heeft ingediend om het exploitatiecontract, dat tot juli 2024 loopt, voortijdig op te zeggen. Volgens wethouder Harry Bakker zal de gemeente ervoor zorgen dat Plekzat open blijft. De gemeente wil een pilot voor cameratoezicht starten op de carpoolplaats aan de Zeggelaan in Terheide. Dit naar aanleiding van een aantal inbraken in vrachtauto's. Waarschijnlijk wordt de pilot volgende maand ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 mei vinden weer de Thrice Kuiendagen plaats. Dit jaar is er iets nieuws. In samenwerking met BeFit bieden ze namelijk een nieuwe mogelijkheid aan. U mag de 5 kilometer per dag nu ook hardlopen. Wat zijn de spelregels? U mag zich inschrijven voor de 5 kilometer als individu of als onderdeel van het gezinsabonnement. De start is net voor die van de 5 kilometer wandelaars. U mag mixen en matchen. U bepaalt zelf welke en hoeveel dagen u hardloopt. U ontvangt via BeFit of de organisatie de route digitaal voor op uw telefoon. Deze is geschikt voor hardloopapps. Vattenfall opent windpark Klaverspoor, het eerste windpark Energie A16 van de 8 windparken van het Brabantse Energieproject. De opening wordt verricht door Annemarie Spierings, gedeputeerde bij de provincie Noord-Brabant, en door Gerard van Oostveen, hoofdontwikkeling windparken bij Vattenfall. Heel veel respect voor. En jouw inzet samen met die van de buurt heeft vormgegeven aan dit windpark op een manier die anders niet was gebeurd. Mag ik daar even op reageren? Want nou krijg ik te veel lof. Want de buurt heeft het met elkaar gedaan. Ik heb wel de kaart getrokken, ik ben zo eigenwijs geweest om te zeggen dat ja, ik doe dat wel, het is mijn ding, ik heb het heel graag gedaan, maar als de buurt niet zo goed met elkaar om kon gaan, als de werkgroep, Kok, Alan en Corien het niet mee hadden gedaan, dan hadden wij het hier niet bereikt wat we nu bereikt hebben. En dit was weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En vanaf komende week zijn wij ook te volgen op maandag en dinsdag om 10:30 en 11:30 ochtends op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u weer terug bij Drimmelen Actueel.